girl. I'm a nice guy. Liquor in my cup, I gotta really toughen up. Yeah, nurse strap. Welkom terug. Zoals je ziet zijn we nu op de uitstap aan het doen voor met de tour. Het dinsdag BB. Hi. We zijn nu onderweg. Zoals je ziet zijn we toegekomen in Dalia. Ja. Dus nu is het op ons maxke de iets volgen. Ik zit niet op. Maar het is rustig. Dus. Welkom terug. Zoals je ziet zijn we nu op de Paradise Club. We hebben ook een modderbad gedaan. En ja, dus ik vind het zalig. Met Bibi niet ingedaan, daar zit ze trouwens. Hi. Ze heeft het niet gedaan, omdat ze nog een beetje beschaamd is over haar lichaam. Maar dat kan je kwaad. Ik kan ze niet verplicht om mee te gaan. Maar het was wel een leuke ervaring. En de boottochtje, hè, babe? Ja. Zwaar niet. Ja. Dus straks gaan we nog naar het strand toe. En ja, ik weet niet wat er achter op de planning staat. We gaan een beetje chillen op het strand. We gaan ook wat nog dingen gaan bezichten. Dus ben ik benieuwd hoe dat verder loopt. En wat denk je, babe? Wat is hier zedelijk? Tof. Tof? Ja. En nu gaan we lekker eten. Kijk, ze hebben hier ook al. Bloemetjes.
En dan heb ik er kijken voor wat er voor soep is, hè. Ja. Dus, wat zeggen we dan, baby? Later. Later. Wat is de eerste indruk, baby? Genieten. En vrij rusten, hè? Dat is de bedoeling. Dat we er kunnen van leren genieten. Proud of you, baby. Don't be stressed, yeah? Bezig. Het is wel mooi, hè? Mensen, welkom terug. Zoals je ziet zijn we toegekomen aan de Middellandse Zee. Dus ik ga jullie... Daar, dat water daar, daar is de Middellandse Zee. En... Check de view achter mij, mensen. Zalig, hè, babe? Ja. Ja, hè. Dus daar, mensen, waar dat de boten liggen, daar. Ja, maar een schoolpadje. Daar, wat ik ga, als ik er straks kan zien, maar ik ga... Nu ga ik ze een keer lekker in het water en een keer genieten. En we kunnen nog altijd het halve drinken ook zoiets. Dat is maar een kleine geetje. Of we kunnen ook doen als we op boot zitten. Dus mensen, we zijn er lekker van te genieten. Het is echt super zalig. En babe. Ja. En ik heb iets leuk mogen doen. Dat heb ik niet kunnen filmen. Maar we hebben er wel een foto van. Ik heb de boot mogen besturen met de boot naar hier mogen komen. Dus het is super zalig. Dus mensen. Ik hoop dat jullie genieten van de vlog. En wij doen dat alleszins ook, hè, babe? Ja. Ja. Dus mensen, later. Later.
dat we jedes Jahr haben hier. Genauso wie das, die Tour de France oder die Giro d'Italia oder die Ronde von Flandern haben wir jedes Jahr hier in der Türkei. Die präsidentielle Runde der Türkei. Und diese Strecke, was wir jetzt fahren, ist eine Strecke in dieser Fahrradwettbewerb. Heute ist die letzte Etappe von diesem Wettbewerb. Es geht nach Istanbul. Hallo mensen, welkom terug. Zoals je ziet zijn we nu terug in het hotel. We hebben ongeveer 2 uren naar heen en terug. Dus het is een 2 uur rijden in het gaan en 2 uur rijden in het teruggereden. En we hebben een hele leuke dag gehad. Super mooie locaties gezien. We hebben ons gewoon puur van genoten. En babe? En we hebben ervan genoten. Ik hoop dat jullie er ook van genoten hebben. We gaan voor vandaag afsluiten. Dus mensen, maar vergeet sowieso niet te abonneren en te liken op deze video. En vergeet sowieso niet te abonneren op mijn kanaal. We gaan op naar de 200. Als we de 500 abonnees halen, kunnen we waarschijnlijk betaald worden.